Hij speelde tussen 2011 en 2014 80 eredivisieduels voor FC Utrecht. Kwam daarna uit voor FC Nürnberg en Kabala FC. En nu is hij iets meer dan een jaar speler van SC Heerenveen. Dave Bulthuis, die in de Domstad bekend stond als Beest. Ik denk dat in Nederland niet zo bekend is hoe groot eigenlijk de Tweede Bundesliga is, hè, hoe erg dat leeft. En ik denk dat daar toch wel hele mooie jaren zijn geweest. En, heb ik een zoon gekregen die ik heel weinig zag. Dus daarom ook mede de reden om terug naar Nederland te gaan. Ja, wat heeft het je gebracht, die avonturen bij Nürnberg en Kabala? Natuurlijk zelfstandig leven. Ik was nog jong toen ik vertrok. En je leert alles uit de tweede Bundesliga, waar natuurlijk heel ander voetbal wordt gespeeld dan in Nederland. En ik denk dat toch dat spel wel heel goed bij mij past eigenlijk. Hoe ben je gegroeid als mens in die tijd bij onder andere Nürnberg en daarna later bij Kabala? Ja, ik denk dat je sowieso veel groeit als mens met de jaren dat je in de voetballerij leeft. Helemaal in Nederland natuurlijk, waar iedereen zijn mening klaar hebt. En waar je die jaren je huid dikker van wordt. En zo is het eenmaal. En in Duitsland is het wat anders. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Het wordt zeg maar, het voetbal wordt heel anders beleefd daar. En, het is lastig uitleggen. Ja, je hebt het nog weinig over Kabala. Is dat iets waar je misschien voor schaamt voor dat avontuur? Nee, helemaal niet. Ik heb daar totaal geen spijt van. Ik heb een heel mooi leven daar gehad. Misschien wel een beetje een te goed leven. En iedereen weet dat ik daar natuurlijk heen ga. Niet omdat het voetbal daar zo aantrekkelijk is. En, maar desondanks was het wel een heel mooi avontuur. En ik zou het niet gemist willen hebben. Draaiend en raak. Het staat 3-1 en Bulthuis maakt hem voor Utrecht. Die spelers die daar nu nog spelen, Willem P en Mark en zo. Ik maak 3-1-0 en in de kleedkamer zeiden ze allemaal van je hebt die bal niet eens aangeraakt. En dan zat hem helemaal gek te maken terug. Ja, dat zijn mooie dingen. Hele leuke jongens. Welke momenten koester je eigenlijk allemaal aan Utrecht? Nou, vooral de mensen die ik daar ontmoet heb en waar ik samen mee gewerkt heb. We hebben het over Marcel Mul en oudspelers als Markie en Willempie. En natuurlijk allemaal mensen die daar nog hebben gezeten. Van de fysio's tot aan de kantinemannen, Appie en dat was top. Bij Utrecht heb ik voornamelijk alles linksback gespeeld. Bij de laatste contractonderhandeling heb ik gezegd dat ik wel wou blijven, alleen als ik centraal kon spelen. Dat was op dat moment niet de optie, dus ben ik eigenlijk vertrokken. En in Duitsland kreeg ik die kans wel en heb ik eigenlijk alles gespeeld. Ben jij een betere Bulthuis op dit moment dan je was toen je bij Utrecht speelde? Ja, ik denk dat je dat niet kan vergelijken. Ik denk, net wat ik zeg, bij Utrecht heb ik alles linksback gespeeld en kwam ik regelmatig voorin. Ja, centrale verdediger speel je wat meer uit controle en ik denk dat ik op alle tweede vlakken wel tevreden kan zijn en ook alle twee hele leuke posities. Ik heb zeker een goede band met Ruiter en dat geldt eigenlijk voor alle spelers. We waren een hele echte groep en na iedere wedstrijd gingen we met z'n allen lekker wat eten in een restaurant en met de spelers vrouwen mee en gingen we lekker over voetbal kleppen. Dat was een hele leuke tijd en ik denk dat onze groep ook heel hecht maakte. En, ik denk dat we dat zeker goed voor elkaar in die tijd. Voor ik naar de Heerenveen ging, sprak ik nog wat oud-collega's van jou. Die zeiden, in het veld een crazy guy en daarbuiten een man met een klein hartje, een mensenmens. Ja, nou, ik denk dat je mij zo wel kan omschrijven, ja. Ik ben een gevoelig persoon, en, behalve op het veld dan.